zal het vonnis ook uitgevoerd moeten worden. En wat dat betreft leven we in een democratische rechtsstaat en moeten ons onderwerpen aan de wettelijke regels die er bestaan. Aldus de president van Suriname, Tjan Santokki. We spraken hem over die uitspraak van de hoogste rechter, over Desi Bouterse en over de gevolgen daarvan. De behandeling van vrouwen met klachten aan de baarmoeder moet anders, erkennen gynaecologen. Ik denk dat er in Nederland zo ongeveer tussen de 300 en 500 baarmoeders te veel worden verwijderd per jaar. En hoe staat het met het diplomatieke overleg over een staakt het vuren in de oorlog tussen Israël en Hamas? Al dagenlang wordt een stemming daarover in de VN-veiligheidsraad uitgesteld. Goedenavond. Als het aan de Surinaamse president ligt, moet oud-legerleider Desi Bouterse inderdaad de cel in. Dat zegt president Tjan Santokki vandaag in een exclusief gesprek met Nieuwsuur. U weet dat, Bouterse werd gisteren definitief veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf voor zijn aandeel in de decembermoorden. Hij was niet aanwezig bij de uitspraak en de volgende stap is nu aan het Surinaamse Openbaar Ministerie. En wat die stap moet zijn, dat is duidelijk, aldus de president. Ik denk dat er geen keuze is. Hij zal het vonnis uitgevoerd moeten zien. De uitvoering is in handen van de procureur-generaal. Dus wat dat betreft denk ik dat er geen andere optie is dan straf te gaan uitzitten. Echter moeten we ook rekening houden dat de advocaat gezegd heeft dat hij het vonnis gaat bestuderen. En daarna zal besluiten wat hij verder gaat doen. Dus we zijn ook benieuwd wat hij gaat doen door de tussenkomst van zijn advocaat. Maar één ding staat vast, er is een vonnis daar zo. En dat vonnis moet worden uitgevoerd. Wat u betreft moet Bouterse achter de tralies. Ja, dat is in ieder geval de bedoeling van het vonnis. Maar laten we dat overlaten aan de procureur-generaal. Straks meer van mijn gesprek met Santokki, maar nu eerst naar Paramaribo, naar correspondent Nina Jurna. Nina, Santokki is er duidelijk over. Geen andere optie dan zijn straf uitzitten, zegt hij. Hoe denken ze er daarover in Paramaribo? Ja, hier zijn de meningen daarover wel verdeeld. Kijk, deze zaak verdeelt Suriname al meer dan 40 jaar tot op het bot. Bouterse heeft aanhangers, maar Bouterse heeft ook tegenstanders. Wat ik wel merk is dat er een enorme opluchting is dat er nu na zo'n lange tijd eindelijk een vonnis is. Maar ook dat het rustig is gebleven. Want daar was de angst natuurlijk voor dat het hier onrustig zou worden en dat is eigenlijk niet gebeurd. Maar als je de mensen vraagt op straat en ook wat er nu moet gebeuren, dan zijn ze daar echt verdeeld over. Je hebt mijn familie doodgemaakt. Het was een familie van mij. Ze moet opgepakt worden. Ja. Als ik het gedaan had, dan hadden ze me allang opgepakt. Toch? Recht voor één, recht voor alle. Ik vind niet dat hij de gevangenis in moet. Misschien kan er een verzoening komen met de nabestaanden. Hij hoeft niet naar de gevangenis. Ik denk niet dat ze hem gaan kunnen halen hoor. Maar die man was ex-president, hoor. Begreep u? Wat moet het OM nu doen? Nou, laten ze het maar zo laten, man. Nee, ze moeten het gewoon zo laten. Voor het is al jaren na gebeurd. Los dat hij een moordenaar is of wat dan ook, wat men noemt. Maar als president was hij toch veel beter. Hij regeerde het land toch veel beter dan de man die nu zit. Vindt u dat hij opgepakt moet worden en zijn straf moet uitzitten? Als hij zijn daden heeft gedaan, zijn moord heeft gepleegd. Elk moordenaar moet dan opgepakt worden. Dat is sowieso. Toch? Dus als ze hem nu hebben berecht voor 20 jaar, wat ik heb gehoord, dan moet hij gewoon de cel in. Dat is logisch, toch? Ja, Nina, terug bij jou. Dat zou het Openbaar Ministerie dan moeten doen. Die zou hem moeten arresteren. Is nog niet gebeurd. Waar is het wachten op? Nou, het Openbaar Ministerie heeft laten weten dat inmiddels het vonnis betekend is. En dat de deurwaarder de vonnissen gebracht heeft bij de veroordeelde en hun advocaat. Bouterse heeft het vonnis dus in handen. En verder laten zij weten in een verklaring dat zij dus nu
overgaan tot de uitvoering van het vonnis. En dat zij daartoe overleg gaan plegen met de advocaat en de veroordeelde over de dag en de datum wanneer dat dan moet plaatsvinden. Overigens kan Boutersen ook nog gratie aanvragen. Daar heeft hij 8 dagen de tijd voor. En dat gratieverzoek dat moet hij dan indienen bij president Santokki. Nina Jurna, voor nu. Dank je wel. Ja, de kans is dus groot dat uiteindelijk die bal toch weer bij de Surinaamse president komt te liggen. Want als Boutersen gratie aanvraagt, dan moet hij dus beslissen. En hij is in dat verband niet zomaar iemand. Chan Santokki, u zag hem eerder, we zien zo meer van ons gesprek. Hij was voorheen niet alleen minister van Justitie, maar ook de politiecommandant van Suriname. En onder zijn verantwoordelijkheid werd het gerechtelijk vooronderzoek naar de decembermoorden gedaan. Paramaribo, juli 2020. De inauguratie van Chan Santokki als de 9e president van Suriname. Het is het voorlopige hoogtepunt in een lange carrière in dienst van de Surinaamse overheid. Die carrière begint hier, op de politieacademie in Apeldoorn. In Suriname maakt hij vervolgens snel carrière. Ik ben Santokki. Ik ben hoofd van de landelijke recherche. Als onderzoeksleider en later als minister van Justitie is hij jarenlang de drijvende kracht achter het onderzoek naar de decembermoorden. Desi Boutersen, hier president, kan zijn bloed wel drinken en maakt Santokki vaak belachelijk. Sheriff, je bent een kuiken. Santokki is jarenlang Surinames grootste drugsbestrijder en speelt een leidende rol in de veroordeling van Boutersen's zoon Dino wegens drugs en wapenhandel. Santokki's carrière bij politie en justitie wordt gekenmerkt door bedreigingen uit criminele hoek. Bij justitie en politie en andere veiligheidsdiensten als informatie zijn over aanslagplannen. Bent u een van de mogelijke mensen die daar... Die staat heel hoog, ja. Ondanks alles wordt hij politiek actief en komt dan Desi Boutersen ook in de politieke arena tegen. In 2010 wordt Boutersen, bijnaam Baas, president van Suriname. 10 jaar later wordt de oud-legerleider verslagen door een van zijn grootste tegenstrevers. Nog een paar uurtjes hebben we Suriname bevrijd. Ja. Chan Santokki, ook wel de sheriff. Andere tijden, nu terug naar de onze, terug naar het gesprek met de president van Suriname. Ik vroeg hem eerder vandaag of hij niet bang is dat Boutersen het land ontvlucht, nu hij nog steeds niet is gearresteerd. In ieder geval hebben we geen indicatie. Hij is altijd in het land gebleven, ook bij de eerdere behandeling van de zaak, ook bij eerdere veroordelingen in deze zaak is hij in het land gebleven. Dus ik verwacht ook niet dat het nu zal gebeuren. Verwacht u dat hij de komende dagen een gratieverzoek zal indienen? Ik zou dat nu in deze fase niet kunnen zeggen. Ik heb wel gehoord wat zijn advocaat gezegd heeft, dat hij liever dat niet doet. Als hij met zo'n verzoek komt, dan moet ook rekening houden dat het vonnis dan opgeschort wordt. Of dat inderdaad zal gebeuren, dat weet ik niet. We wachten af. Maar ik denk dat deze 8 dagen bijzonder belangrijk zijn om het vervolgtraject in deze zaak goed te kunnen vaststellen. Grote vraag bij veel mensen is natuurlijk waarom Boutersen nog steeds niet is opgepakt. Is dat dan, denkt u, omdat het Openbaar Ministerie eerst zo'n mogelijk gratieverzoek wil afwachten? Het ligt nu aan het Openbaar Ministerie om op basis van de uitspraak van het Hof, die bevoegdheid van het Openbaar Ministerie, in dit geval van de procureur-generaal, zodanig te gaan exerceren dat het enerzijds ook rekening gehouden wordt met de belang ook van de slachtoffers, de belang ook van de maatschappij, de belang ook van de rechtsstaat, maar ook de belangen van de veroordeelden. En op basis daarvan komt tot een evenwichtig besluit. En ik ga er niet van uit dat dat besluit weken hoeft te duren, maar dat het over enkele dagen zal gebeuren. En als we het eens omdraaien, welk signaal zou er uitgaan van gratie? Kijk, straf heeft een doel. En als straf een doel heeft, als de rechterlijke macht een gevangenisstraf van 20 jaar oplegt, dan is het goed onderbouwd, is het goed gemotiveerd. En ik denk dat geen enkel garantie de bedoeling kan hebben om die doelen van de straf en die motiveringen van het Hof en die overwegingen van het Hof onderuit te halen.
En ik ga ervan uit namelijk dat bij de besluitvorming wel degelijk rekening gehouden zal moeten worden met datgene wat het Hof uitgesproken heeft, maar datgene wat het Hof ook als advies zal geven aan de president. Ik hoor u eigenlijk zeggen, gratie lijkt haast onmogelijk. Het lijken me al met al spannende dagen voor Suriname. Ik denk dat tot en met gisteren behoorlijk gespannen was. Ik zie namelijk een stukje rust komen, een emotionele rust. Ik zie dat er een stukje genoegdoening komt. Ik zie dat ook internationale erkenning wordt gegeven aan de rechtsstaat Suriname. Ik zie dat er veel respect uitgesproken wordt aan de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht in Suriname. Ik zie ook bereidheid bij ook tegenstanders dat men ook dit moment ziet als het een moment om af te sluiten en te gaan naar het proces van heling. En ik denk dat daar de kansen liggen voor ons als land dat we deze zaak op een correcte wijze afsluiten. En dat er genoegdoening is, dat er in ieder geval met die afsluiting wij ons mooi land een nieuwe kans geven. En de eerste stap tot definitieve afsluiting is gisteren gedaan met het uitspreken van het vonnis. En het vervolgtraject zal bijdragen aan volledige afsluiten van deze zwarte bladzijde in onze jonge geschiedenis. Zei president Chan Santokki van Suriname. Dank voor uw tijd. Ja, u ook bedankt. Ja, en het OM van Suriname laat dus vanavond weten dat ze in overleg gaan met Boutersen over het vervolg.